Goedenavond. Fijn dat u er bent. Zo, was het druk op de weg? Nou, vandaag viel het gelukkig mee, maar gisteren stond het helemaal vast. Nou, kijk eens. Ah, lekker. De kinderen helemaal zelf gebakken. Niet slecht, hè? Kijk aan. En mist hij zijn moeder al een beetje? Ach, maar goed, gisteren konden we skypen, dus dan is ze dat toch een beetje. Lijkt me wel bijzonder, hoor, China. Ik zou er zo voor tekenen. Maar ik kan me voorstellen dat het vooral heel hard werken is. Mm-hmm. Goed. En waar ik met u over wil hebben vanavond. Zoals ik al aangaf aan de telefoon, lijkt het me goed om samen te kijken naar de leerresultaten van uw zoontje. En de overgang straks naar de middenbouw. Hij loopt nu iets achter ten opzichte van de rest. Maar dat is op zich niet echt iets waar we ons heel erg zorgen over hoeven te maken, hoor. Het is misschien alleen wel goed om in het licht van de overgang samen naar de mogelijkheden te kijken. Komt dat een beetje overeen met uw verwachtingen van dit gesprek vanavond? Of zijn er misschien nog andere dingen die u wilt bespreken? Nee, dat klopt. Genoeg stof voor één avond. Ja, nou, fijn. Allereerst wat goed gaat. Uw zoon is een ontzettend vriendelijke jongen. Hij heeft ook een paar hele leuke vriendjes. Hij is heel erg creatief met knutselen. Als ik een één-op-één gesprek met hem heb, dan is hij altijd razend enthousiast over wat hij allemaal heeft meegemaakt. Zoals in het weekend bijvoorbeeld, de uitstapjes die jullie samen maken. Is dat iets wat u herkent? Wat voor positieve dingen ziet u zelf? Ah, ja, zeker. We gaan er in het weekend vaak samen op uit. Beetje crossen in de duinen. Mm-hmm. Vallen, opstaan. Vindt hij heerlijk. Ik ook trouwens, hoor. Even de hectiek van de week eruit. Ja, dat kan ik me alles bij voorstellen. Nou, dit kan toch ook geen toeval zijn, lijkt me. Ja, maar hij is dus heel erg creatief en sportief. Dat zijn twee hele mooie eigenschappen. En dat verklaart waarschijnlijk ook waarom hij het in de klas soms wat moeilijk vindt om stil te zitten. Hij is de laatste tijd is hij ook wat drukker. Ik merk dan dat hij niet echt meer met zijn taakjes bezig is. Dan wil hij gewoon andere dingen doen. Het lijkt alsof hij vrij snel is afgeleid dan. En soms dan begint hij aan een taakje, dan kan hij de concentratie niet echt vinden. En dan vergeet hij haast alsof hij, dat hij dus ergens mee begonnen is. Is dat iets wat u herkent? Ja, dat herken ik zeker wel een beetje. Thuis dan laat hij soms ook dingen liggen waar hij net mee begonnen is. En dan ruimt hij het ook niet op. En hij luistert ook niet naar de aanwijzingen van ons om een beetje orde in de chaos te scheppen. Ja, en als we hem daarna vragen, dan kan hij het ineens ook goed onder woorden brengen. Maar ja, hij is ook pas 6, hè? Dus wat wil je? Dat moet gewoon groeien. Ja, nou, daar wil ik op zich wel met u naar kijken. Uw kind blijft natuurlijk een herfstkind. En hij is een flink stuk jonger dan de meeste kinderen in zijn klas. En met sommigen scheelt hij zelfs een jaar. Ja, maar is dat een probleem? Nou, kijk, wat ik gewoon zie in de klas is dat uw zoon enorm graag wil spelen. Hè? Wil ontdekken, grenzen verkennen. En daar is op zich helemaal niks mis mee, hè? Voor een kind van zijn leeftijd. Zoals u dat zelf ook al aangeeft. Maar tegelijkertijd ziet hij zijn klasgenootjes taakjes heel snel afwerken. En misschien dat hij daarom zich opgejaagd voelt en zich niet goed kan concentreren op één taak. En soms dan komt hij huilend bij me en dan merk ik dat hij onzeker is en dat hij bevestiging bij mij zoekt. Wat daarom misschien goed zou zijn voor zijn eigen ontwikkeling, is kleuterverlenging. Wat zou u van dat idee vinden? Ja, kijk, het maakt mij natuurlijk helemaal niet uit of hij meer tijd nodig heeft. Hè. Ik wil gewoon dat wat het beste voor hem is. Ja. En als dat betekent dat hij een jaartje over moet doen. Maar misschien toch goed om even te kijken naar de nadelen daarvan. Ja, uiteraard. Maar bovendien, kijk, u moet het ook niet zien als een jaartje overdoen. Hè? Het is meer dat hij gewoon de tijd krijgt die hij nodig heeft voor zijn eigen leerlijn. En het enige wat ik me kan voorstellen dat misschien een beetje lastig is, is dat zijn vriendjes wel over zullen gaan. Maar het is een ontzettend sociale jongen, dus ik verwacht dat hij gewoon binnen no time weer nieuwe vriendjes maakt. Ik zie daarom verder ook helemaal geen problemen, zolang als hij het zelf ook als een positieve ontwikkeling kan zien. Ja, maar goed, dat is wel een jaar extra op school. Dan moet je wel echt aan het werk gaan en het niet als een excuus gaan zien om te gaan lanterfanten. Nee, uiteraard, maar daar maak ik me ook echt helemaal geen zorgen over. Kijk, ik verwacht dat hij straks als klasseoudste, dat hij snel zal groeien. En dat hij daardoor gewoon alle aandacht heeft voor zijn taakjes. En bovendien is hij dan gewoon niet meer de jongste. En dan heeft hij niet het gevoel dat hij de hele tijd achter dingen aan moet rennen. En ik verwacht ook dat hij daar een stuk rustiger van wordt. Kijk, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken, dus het blijft op basis van een schatting. Maar mijn ervaring is dat dat vaak voor het kind beter is.
Nee, ik snap het wel. Ik zie ook wel de logica ervan in, hoor. Dus dat klinkt heel logisch. Maar goed, ik wil dat eerst met mijn vrouw overleggen. Ja, nee, uiteraard, natuurlijk. Kijk, we hoeven ook niet nu een beslissing te maken. Hè? Het is meer... soms kan je in een periode van een aantal maanden nog een enorme ontwikkeling zien. Maar dan hebben we het nu in ieder geval vast besproken en dan kunnen we het even laten bezinken. Zullen we het hierbij laten over vanavond? Prima. Ja. Nou, als uw vrouw terug is, dan maak ik graag een vervolgafspraak met u beiden. Goed, doen we. Bedankt. Ook voor de koekjes. Ja, geen probleem. Fijne avond nog. Oké. Okay.